We zijn goed met water. Het is misschien wel het enige waar we onze overheid blind op vertrouwen. Is dat wel terecht? De zeespiegel stijgt. Hoeveel precies weten we niet. Wel dat we nu moeten beginnen aan een oplossing. Wat te doen voor het te laat is. In het toneelstuk dat Red Nederland heet, voor welk scenario kiezen we? Honderden plannen liggen op bureaus of in laadjes, maar dit is waar het vaak op neerkomt. Beschermen of meebewegen. Wat gaan we doen aan zeespiegelstijging? Stel, we gaan voor bescherming, op de ouderwetse manier. Dan hogen we de dijken op langs de volledige Nederlandse kust. En die moeten echt veel hoger. Maar onze rivieren moeten nog wel in zee kunnen uitmonden. En dat betekent water omhoog pompen over die gigantisch hoge dijk. Anders overstroomt Rotterdam alsnog. Een snelstromende rivier omhoog pompen, dat wordt een flinke opgave. En een dure. Willen we dat niet, dan moeten we ook dijken bouwen langs de rivieren. Allemaal ingrijpende veranderingen aan het landschap. En ons uitzicht verandert mee. Een paar eilanden aanleggen voor de kust, dat is ook een idee. Eilanden die de zee tegenhouden en de golven breken. Als dat zou werken, is onze kustlijn gered. Het kost natuurlijk wel een paar zakken zand. Materiaal dat niet oneindig beschikbaar is. We kunnen ook radicaler gaan denken. Door sommige provincies op te geven. En ons terug te trekken op een kleiner stukje Nederland. Kill your darlings. We laten Zuid-Holland en Zeeland onder water lopen. Als het dan echt moet. Miljoenen mensen zullen moeten verhuizen naar hoger gelegen gebied. Voor deze plannen is het nog niet te laat. Als we nu beginnen. Dus wat kiezen we, nu het nog kan?